Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Vandaag gaan we samen deze kristallen zelf kweken. We gaan deze starterset uitproberen. Die hebben we geloof ik al laten zien, maar nog niet geprobeerd en dat gaan we vandaag doen. Voor dit experimentje heb ik alles klaargezet. Hier hebben we zo'n bekerglas met deksel, hier hebben we een spatel. En dan hebben we het kalium aluminium sulfaat en heel warm water. Dat moet minstens 65 graden warm zijn. Dat doe ik nu hierin tot die streep waar 50 milliliter op staat. Zo. En dan schud ik langzaam de inhoud van dit zakje erin. Ik voeg het zout in kleine stapjes toe, beetje voor beetje. Al te lang moet je ook weer niet wachten, want het water dat koelt ook weer af. En dan kun je dit kalium-aluminium sulfaat niet zo goed meer in oplossen. Zo, we hebben nu de inhoud van dit hele zakje met kalium-aluminium sulfaat erin gedaan. En dan roeren we alles nog even goed door. Zoals je ziet heb ik handschoenen aan en ik heb ook een veiligheidsbril op. Dat is echt belangrijk voor het experiment, want het moet niet op je handen of in je ogen komen, of sowieso op je huid. En nog eens, het zout niet helemaal opgelost. Zo. Deze oplossing ga ik nu dicht doen met het dekseltje. En dit alles moet dan ongeveer 10 tot 12 uur zo blijven staan. Het beste is dat het ook niet echt gaat bewegen. En na deze 10 tot 12 uur zou de oplossing afgekoeld moeten zijn. En zouden er zich kristallen moeten hebben gevormd. Dan zien we elkaar na die 10 tot 12 uur weer. En dan gaan we het resultaat bekijken. De rusttijd van 10 tot 12 uur is nu in ieder geval wel om. Ik heb de halve dag en de hele nacht laten staan. En nu gaan we eens kijken wat het is geworden.
De bodem is bezaaid met allemaal kristallen. Of misschien is het één kristal, dat weet ik niet zeker. Dat gaan we zo uitvinden. Ik heb hier een pincet. En nu ga ik de kristallen er voorzichtig eens even uithalen. Het ziet eruit alsof ik dit helemaal niet eruit ga krijgen. Want het zit eigenlijk best wel vast. Wow, het laat zich een beetje bewegen, maar ik kan het niet vastgrijpen met de pincet. Het is echt heel groot geworden. Het is eigenlijk bijna net zo groot als de bodem. En nu heb ik hem. Oh, en helaas is die gebroken. Dat is heel jammer. Maar hier heb ik er dan één. Die is best wel groot. Hij past denk ik helemaal niet in dat buisje. Oh, ik wilde hem in een leeg bekertje doen. Maar hij is weer eruit gevallen. Ik heb mijn handschoenen nog maar eventjes aangetrokken. Deze zaten er niet bij, maar ik heb deze wel eventjes gebruikt nu. Ik krijg de kristallen er maar heel moeilijk uit. Maar nu heb ik... Och, alweer. Nou, hup. Zo, eentje heb ik nu in ieder geval. Oh, dit is echt hopeloos. Het is gewoon ontzettend lastig om het met deze pincet eruit te halen. Helaas plet je de kristallen ook heel makkelijk, waardoor ze in kleine stukjes uit elkaar vallen. Ik zou zeggen, we zien elkaar weer als ik de kristallen eruit heb gehaald, want anders wordt dit wel een heel langdradig proces. Nu kan ik jullie mijn buik laten zien. We hebben hier eentje die heel groot is. Die ziet er zo uit. Die is in ieder geval wel zo groot als een duimnagel, denk ik. Die is ook te groot voor die kleine buisjes die erbij zitten. Dus ik doe hem hier zo in zo'n bekerglas. De andere die zitten hierin, in zo'n klein buisje. Dit is er bijvoorbeeld eentje, die is ook relatief groot. In totaal heb ik 4 kristallen eruit weten te krijgen. En ik zou zeggen, 1 daarvan die behoud ik in het wit. En de andere die ga ik inkleuren. Dit was de 4e. Natuurlijk heb ik nog een heleboel kleine. Die zitten allemaal nog in de vloeistof. Maar die zijn allemaal zo klein dat ik ze amper kan gebruiken. En het was heel lastig om ze eruit te krijgen met de pincet. Dus eentje bewaar ik en de rest ga ik inkleuren de volgende keer. Dat doe ik nu hier in het buisje met de stop erop. De rest ga ik dus de volgende keer inkleuren. Hoe ik die inkleur, dat zal ik jullie dan laten zien in de volgende video, anders wordt dit veel te lang. Ik hoop dat jullie het kristallen kweken tot nu toe leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter en dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!